Dank u wel, uh, voorzitter. De Belastingdienst is misschien wel de machtigste organisatie van uh, ons land. En als zo'n dienst uh, zich schuldig maakt aan uh, racisme en uh, discriminatie, dan, uh, ja, dan, dan schieten eigenlijk woorden tekort om daar een oordeel over te geven. En de staatssecretaris heeft na wat aanvankelijke aarzelingen ook moeten concluderen en excuses moeten maken voor het uh, gedrag van de Belastingdienst. Uh, Voorzitter, dat heeft enorme consequenties op mensenlevens gehad. Uh, je kreeg je toeslagen uh, niet, je kreeg uh, voorschotten uh, niet als je op die lijst stond. Je werd anders behandeld. En dat heeft gewoon uh, mensen de vernieling uh, in uh, geholpen. En ik heb uh, drie uh, onderwerpen die ik wil aanstippen. Het eerste is: wat is nou volgens de staatssecretaris de oorzaak geweest dat dit zover heeft kunnen komen? Ik heb hele stapels uh, papieren uh, gezien, maar. Ik zou het op prijs stellen om daar toch nog eens een keer ook in dit debat te horen. Van waar komt dat nou van? Komt dat nou van die broedkamer die, die Wiebes destijds dacht en die al die data koppelen? Of komt het van houding? Of komt het van cultuur? Of komt het van allemaal? Ik, ik stel de prijs op als de staatssecretaris daar een antwoord op uh, wil formuleren, ook in dit debat. Maar voorzitter, de tweede vraag is uh, uh, mijn, in mijn beeld, en dat verwijder ik niet alleen de Belastingdienst, want dat is ook bij de sociale zekerheidsregeling aan de Orde en overigens ook wel uh, mede door wetgeving ingegeven, dus het is echt niet alleen maar gedrag van de Belastingdienst, is dat er snoeihard is opgetreden tegen kleine vissen, mensen die een fout maken soms. Uh, mensen die, dat gaat natuurlijk niet als je racisme toepleegt, hè, maar, maar gewoon daar de focus op hebt gelegd op alle, al dat soort overtredingetjes. En de grote vissen werd bijna de rode loper voor uitgelegd. Ja, als je nog weer een belastingontwijkingsconstructie met een ruling wou, uh, wou, wou fiateren. Dan kon dat geregeld worden. En die verhouding en ook de, het verleggen van die verhouding bij de Belastingdienst, is de staatssecretaris daartoe bereid? Richt je op de grote misstanden en overtredingen in de samenleving? Ik ga niet al op zoek naar mensen die een keer, uh, een keer 50 of 100 euro te veel uh, zouden hebben afgetrokken. En derde, voorzitter, is het dilemma. wat ook het CDA, en ik geloof ook de VVD, wel een beetje aanstipt. Terwijl, uh, je wil wel controleren. En ik geloof erin uh, dat je steeksproefgewijs moet controleren. Dan heb je sowieso geen discriminatie, want dan doe je een steekproef. Maar ik wil niet helemaal terug naar het systeem van het verleden, dat je niet meer aan risicoselectie doet. Dus je wil toch kijken waar zitten de grootste risico's, waar mensen geen belasting betalen of bedrijven geen belasting betalen. En uh, dat wel op een manier doen die verantwoord is. En dat, is, dat kan best een dilemma zijn. Er werd zojuist al uh, een beetje al naar gevraagd. Uh, en ik zou de staatssecretaris oproepen om daar, daar... Nou, vooral naar mijn criterium zou zijn de grote overtredingen. Uh, de, de zaken waar belastingontwijking en waarop het scherp van de snede wordt geprobeerd... om de wet net wel, net niet, met een pleitbaar standpunt de, de, tot de Hoge Raad volhoudend... richt het daarop. Dat zou één criterium zijn, maar dan ben je nog niet helemaal weg bij dit dilemma. Ik bedoel, dat zou te makkelijk zijn. En ik vraag de staatssecretaris daar een antwoord op te geven. Van hoe gaat hij nou op? Met, uh, ja, als, er toch, als je ziet dat er risico's zich voordoen bij bepaalde belastingregelingen uh, en, de, en, en de data die eruit voortkomen, uh, hoe gaat hij dan om met de controle? Zegt hij dan dat leg ik naast me neer, ik ga, niet meer, ik ga toch niet controleren terwijl ik eigenlijk wel weet dat er veel zaken misgaan in de sector? Of zegt hij dan van ja, ik ga dat dan toch doen omdat ik belastinggeld wil binnenhalen? En dat is nog niet zo makkelijk antwoord op te formuleren. Tenminste, ik vind dat niet. Misschien kan de staatssecretaris dat wel. Die heeft zijn hele leven aan de fiscaliteit gewijd. Maar ik denk wel dat dat uh, ook belangrijk is als Kamer te onderkennen. Want ik wil niet af van het risicoselectie. Uh, of uh, dat je kijkt naar waar de grootste risico's zitten. Dat je daar als Belastingdienst ook achterheen gaat. Dank u wel, voorzitter.